Welkom bij deze online introductie van de M3 en de M4 bij de Maase BMW in echt. Welkom op deze dag. Wij zijn hier te gast bij de firma Zuiverend Sittard. Daar waar al onze auto's gereconditioned worden. De nieuwe, zowel als de gebruikte. En wel mooi dat we nu eens een kijkje kunnen nemen bij hun in de keuken. En ook dank daarvoor dat we hier mochten zijn voor onze shots te maken van onze schitterende twee nieuwe modellen. Aan uw linkerkant, mijn rechterkant, hebben we de mooie M3 sedan in Brooklyn Grove staan als competition uitvoering. En deze auto die wil ik ook iets nader met jullie gaan bekijken. De Brooklyn Grove is een nieuwe kleur, maar zeker ook de competition is nu wel even een iets ander verhaal geworden als dat we dat bij de vorige M3 en de M4 hadden. Bij de vorige M3 had je een M3 en je had een M3 competition. Die hebben we nu in feite ook. Met 480 pk starten we met de M3. En de nieuwe Competition die heeft 510 pk. Maar daar zit nu nog niet het grootste verschil in. Het grootste verschil zit erin. Als je nu een standaard M3 bestelt met 480 pk. Dat die een handgeschakelde 6 versnellingsbak erin heeft zitten. En de Competition is de auto waar we nu standaard de dubbel clutch transmissie hebben vervangen voor de volautomatische versnellingsbak. En dan nog wel een 8 traps. Dus dat is eigenlijk al een heel groot verschil. Dus we hebben het verschil in vermogen en we hebben het verschil in transmissie. Standaard is de M3 en de M4 uitgerust met de BMW M-compound remmen. Superieure remmen in stalen uitgevoerd, die wat ook wel nieuw ontwikkeld zijn voor de nieuwe M3 en M4. Maar deze M3 heeft een extra optie en dat is de M-trackpack. Die M-trackpack heeft wel een paar hele mooie extra zaken erop zitten. En om dan te beginnen met de remmen, is deze auto ook uitgevoerd met de M-carbon keramische remmen. Tevens zitten op deze M-trackpack de 19-inch lichtmetalen velgen aan de voorzijde en 20-inch op de achterzijde. Mooi sportieve look, zijn ook direct de grootste maten zeg maar, voor deze auto af fabriek. En de nieuwe velgen zijn ook ontwikkeld in diverse kleurstijlingen. Op deze M3 zitten ze mooi in het hoogland zwart erop, wat wel heel goed bij Brooklyn Grove past. Op deze auto en in die M-trackpack hebben wij ook nog het head-up display extra erop zitten. Dat zit in het package verwerkt als de carbon interieurlijsten. Daarnaast heeft hij ook nog eens hele gave M-carbon stoelen erin zitten. Wat de achterschalen mooi van carbon zijn gemaakt en grotere openingen erin. En tevens hebben we de drivers package erop die wat zorgt voor een verhoogde topsnelheid van 250 naar 290 km per uur. En dat zijn wel een paar mooie opties in de verzameling die wat wel echt op deze auto thuis horen. Tevens heeft deze auto een externe M-carbon package erop zitten. En daar zitten ook wel een paar mooie opties op die wat direct opvallen. Zoals bij de spiegelkappen. Die zijn ook helemaal in carbon uitgevoerd. Die steken ook op deze kleur heel mooi af. En in de voorbumper hebben we de luchtinlaten voor de remmen en de koeling van de auto ook mooi in carbon inserts uitgevoerd. Aan de achterkant van de auto ziet u terug de diffuser aan de onderkant, wat heel mooi gevormd is. Rondom de 10 centimeter in diameter zijn de uitlaatstukken. Uiteraard 4 stuks, zoals er bij een M hoort. En bovenop de klep mooi afgewerkt met een carbon spoiler. Dat maakt de auto in zijn compleetheid wel een beetje echt helemaal racy. En dat is wel mooi dat BMW ook de gelegenheid geeft voor de klanten om dat op te bouwen in hun eigen gevoel en naar eigen optie en prijssegment. De mensen van onze werkplaats, dat zijn de mensen die wat als eerste de auto onder handen krijgen. Want die auto komt van transport af, maar dan kunnen wij hem nog niet direct aan de klanten afleveren. Het mooie daarvan is dat die mensen daar al staan te popelen, want wat is er nu mooier als aan een mooi M-product bij BMW te mogen werken als techneut zijnde. Nou, wat gebeurt er zeg maar bij zo'n eerste binnenhaling in de werkplaats? Die auto wordt in feite, die krijgt een nulbeurt, die wordt genuld zoals wij dat noemen. Wat houdt dat in? Bandenspanning, vloeistofniveaus, software,
de hele controle van de auto of alle bedieningen werken, zoals stoelverstelling, navigatie wordt geprogrammeerd. Dus de jongens zijn er in de werkplaats toch wel eventjes mee bezig om hem eigenlijk uit een soort transportmodus en fabriekstand te halen om hem afleveringsklaar te maken voor u als klant. Zodat u ook als u wegrijdt met de auto alles in de juiste setting hebt staan en alles werkt. De bandenspanning juist is, die is heel erg belangrijk bij auto's, maar zeker ook bij een M-product. Maar ook dat je auto goed aanvult en dat die natuurlijk al getankt is. Dat u bij ons kunt instappen en wegrijden en gewoon al de halve dag onderweg kunt zijn met de auto. Niet meer hoeft te stoppen, want je wil niet meer uit die auto als u dadelijk erin zit. Nou, voor de rest hebben wij dan de auto technisch in de werkplaats klaar. Want dan is nog een belangrijk iets, want het oog wil natuurlijk ook iets buiten de schoonheid van de auto. Is het natuurlijk ook fijn als de auto schoon is. Nou, we zijn nu vandaag de gast bij de firma Zuiver & Sittard. Die wil al onze auto's mooi klaarmaken en ook op de gevoelige plaat vastleggen, zodat u bij ons in de site ten alle tijde de auto kunt terugvinden in de mooiste hoeken en standen en in de juiste belichting. Nou, daarvoor zijn we ook nu hier en hebben we de auto's onder dit mooie licht staan, zodat u ze goed al kunt bekijken. Nou, het is misschien eens eventjes leuk om ook eens onder de motorkap te gaan kijken wat daar allemaal gebeurd is. Nou, het hart van de nieuwe M3 en M4 zit hem in de nieuwe S58 motor. Heel nieuw ontwikkelde motor. Is ook al direct aan de hoed te zien en aan de intercoolers. Die hebben ze allemaal anders weggewerkt dan bij de vorige M3. Maar het mooie is ook wel dat we van 450 pk van de vorige competition nu naar 510 pk zijn gegaan. Voor de handgeschakelde versie is het dus de 480 pk, maar dat is al een hele stijging. En dat zal een hele sportieve auto worden ook om te rijden met die handbak. Dus echt voor de diehard. De nieuwe motor, helemaal nieuw ontwikkeld. Ook gaaf in toeren, klinkt heel erg goed. Ze hebben mooi het uitlaatsysteem erop aangepast, zodat u ook ondanks de restricties en de regels wat we nu voor het milieu hebben, toch een heel gaaf uitlaatgeluid produceert. Daarnaast zit hier een hele hoop delen zitten, die wat eigenlijk niet voor niks gemonteerd zijn, want dat is natuurlijk allemaal gewicht. Maar het mooie hiervan is dat de auto aan de voorzijde een heel stuk stijver gaat worden. Want eigenlijk hebben ze vanuit de schokbrekerstorens, die wat ze hier hebben zitten, naar de voorkant van de auto een versteviging gemaakt. En u kunt zich indenken, als dat hier vastgeschroefd zit, kan die auto daar veel minder torderen. En dat is ook het fijne en het precieze sturen van een nieuwe M3. Die is heel erg direct. Als u stuurt, die auto gaat ook direct die kant uit zoals u hem wilt hebben en waar u naartoe kijkt. En die hele auto blijft veel rechter. Het mooie is ook dat ze bij de nieuwe M3 de vooras breder hebben gezet als de achteras. Dus de buitenzijde van de wielen die staan breder als zeg maar op de achterkant. En dat gaat allemaal maar om millimeters, maar dat grote verschil merkt u al direct als u met de auto gaat rijden ten opzichte van de vorige M3, want daar was het net andersom, dat hij aan de voorzijde een veel directere auto heeft gekregen. En dat nodigt wel uit voor heel dynamisch en sportief te rijden, maar het geeft ook een heel veilig gevoel dat u altijd de controle over die voorkant van die auto heeft. Want dat is wel belangrijk met een auto met zoveel vermogen en zeker met het remmend vermogen wat hij ook nog eens op de vooras heeft. Nou, dat hele voorstel aan de voorzijde, dat is natuurlijk niet voor niks gemaakt. Daar hebben ze ook de achterzijde in meegenomen. De voorzijde hebben we het net over gehad, maar de achterzijde is net zo belangrijk. Want daar komt zeker bij de achterwiel aangedreven versie het vermogen allemaal vrij. Dus die achterzijde die moet ook goed controleerbaar zijn en heel stijf, dat hij niet te veel beweegt. In de bodemvloer achter, vanaf de achteras naar de achterkant van de auto, hebben ze daar dan ook een hele mooie versteviging gemaakt, doordat die auto veel stijver is en hij mooi dat vermogen kwijt kan. En die onderzijde is ook van heel erg groot belang voor die auto. Thank you.
Dit was in kort de M3 en de M4. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Dat zullen wij de komende weken ook gaan doen. Dan gaan we mooie filmpjes posten voor jullie. Er gaan ook nog hele mooie M-Performance parts komen. Daar zullen we jullie ook van op de hoogte houden. En we gaan iets meer over de techniek uitleggen. En meer uitleg geven. En jullie laten zien. Om daar meer duidelijkheid te geven hoe de M3 opgebouwd is. En jullie nog meer te triggeren daarin. Nu met corona is onze showroom gedeeltelijk dicht. Maar wij zijn natuurlijk altijd open voor u. Als u op afspraak wilt komen kijken. En dat wij u verder kunnen helpen met de M3 en de M4. En ook alle andere producten wat we in de showroom hebben staan. Dus schroom niet om te bellen, afspraak te plannen. We helpen u graag verder. En dan nu zal ik toch eventjes de uitlaat laten horen voor u als afsluiting voor deze. Bedankt voor het kijken en ik hoop u snel bij ons op de zaak te zien. Tot ziens.